Hi guys, so we're saying here by Ochama. Musta siya is basic dahil ito to ito that iknit mahito dus tara mo sa andikan dus maikip here di chabani noodles by Ochama. So as you can see, happy kukong close up ahi for chitter opsih kapat noni for proof that is matkip chitter hill creamy earth, chitter hill spicy earth, di noodles sinner ek fresh earth. And nu rest nog, het ziet er echt spicy uit. Dus nu rest nog die taste test. Het is een beetje hard buiten. Zo, een lepel. Dus, ik weet niet of je dit zo. Ik heb een film gezien, je zet je lepel zo. En dan ga je het zo. Oei, als spaghetti. Gaan we het proeven. Die noodles zijn echt heel goed gekookt, zijn niet te zacht. En dit is al dente. En die brood proeven, die brood is echt creamy, is like wit, spicy-ish. Het is niet zo heet dat ik had verwacht, maar naar de boven. Je proeft die spiciness, je proeft die creaminess. Together, let's see. Samen met die soep. You know what? Mahal sa tenor. Also, mabubi guys. Kandak sa ubang. Don't mind it. Mahir haba oak chicken or bae? So, noodle of chicken. I think it's fried chicken. At like a confitiri chicken. Sita show out. Sita a spice out. Ik kan dit op zichzelf proberen. De chicken is echt goed geseasoned. Het gaat echt wel met die brood van die noodles. Dit kan je met en zonder soep krijgen, als ik me niet vergis. Ze hebben drie type soeps. Ze hebben beef, kip en ook varken. Wat Chama de Johannes Bloemkastraat. En dit is een grote bowl. Vooral de laatste tijd hoe het regent, is het heel goed voor de weather. Dus I like it very much. Het is niet te heet voor me. Het is niet warm heet. Het is ook niet te spicy. Dus I think dat ik het kan wel spicier voor mij. I like the noodles very much. I always imagine eating noodles. Weet je, wanneer op TikTok ben, dan ga je even kijken. En I always imagine how noodles would taste. I do love the chicken. Chicken is echt lekker. It's echt tender. Get up. Ik heb mijn zusje een hele kip aan die andere kant zitten eten. Ja. Ja, ik zou echt recommenden om die noodles te tryen. Vooral als je een noodles fan bent. En ja. So guys, Julieke is eindelijk klaar met haar review. Dus ze gaat mij nu helpen. En we hebben ook hier gehad die Italian noodles, maar zonder soep. Chicken noodles zonder soep. Dus deze heb ik al geproefd. Ga jullie geen proeven. En ik ga die van zonder soep proeven. Maar ik heb dit nodig hoor. Je kan zonder dingen eten dan. We willen niet gaan vragen. Serieus, Kaylin? Wat? Serieus, ik ga me echt hiermee naar de eten. Ik snap je verder in de zin. Oh ja, sorry. Oké. Julieke, zeg je mening wat je erover vindt. Ik ga die zonder. Dus ik weet niet wat het ding is. Het leek op spaghetti. Maar I'm gonna try. En als je extra saus wil, extra pittig, dan kan je dat ook vragen. Hebben ze een extra sausje voor je hier.
blijkbaar echt straks pittig. Dus ik heb ook een beetje hier extra gezet. Kan je gewoon even vragen. So I'm gonna taste it. Nog een keer. Again, I like the noodles. Binnen denk ik dat het korrent is. Lekker. Maar het heeft een beetje iets veel. Het heeft een beetje veel van die zwarte peper, but in a good way. Het is heel anders dan spaghetti. En zo pittig. Het proeft een beetje naar hot pot. Dit. That. Oh ja, yeah. Maar creamier, yeah. Hè? Yeah. Let's go to the chicken. Again, the chicken is echt well seasoned. It's heerlijk. And it's echt warm, it's not warm. So, okay. Wat voor peper heb je erin gezet? Sorry. I like the soup one better, maar deze is ook echt lekker. It's anders dan de normale spaghetti bolognese. Wat vind je van dit? Dit is echt lekker. Is het lekker dan? Is het goed te marineren? Is het zo? Zo. Ja, wat vind je? Oh ja, deze moet jij nog proeven. Ik heb dat nog geproefd, so let me know. Oké, ik heb extra peper gezet, dus laat me zien of het echt extra peper is. Je moet ook daar praten, dus. Ja, wacht maar. Oh. Heb je kip van dit vergeten? Een beetje extra peper. Is dit lasagne? Nee, is spaghetti is like spaghetti bolognese, maar op hun eigen manier. Hun eigen manier van Ochama manier. Het is echt lekker spicy. Maar ik hoor van hoe het echt creamy is. Het is echt... Yummy. Dit... Kijk dat hier, hè? Het in de kamer. Dit is lekker. Het proeft naar een... naar corned beef. Het lijkt op corned beef. Het lijkt wel op maar corned beef. Anders dan corned beef, toch? Ja, dat wel. Is echt druk hier, lekker. Guys. Dus hij echt... Miniso is weg, dus hier is een iets grotere eetplek geworden. Kip is lekker, guys. Kip is echt lekker. Ik geef dit een solid 8.5 out of 10. Dit is een 7 out of 10. Jij? Wacht dan. Oh, bijna. It's a chicken salad. Chicken salad. Wow. Oh, je reet. Dit is bitter. Oh, die is zelfs sla. Jullie is niet gewend om sla te eten. Dus. Dit is een 9. Kip van dit is echt lekker. Is echt lekker. Is kip echt apart. Is, kip is apart ook een 9. Is echt lekker. Die kip is echt lekker. Voor mij ook een 9 voor die kip. En dit is... Even. Maar die pasta door, die noodles, is echt goed gekookt. Die noodles is wel lekker. Is echt perfect gekookt. Lekker. Wij gaan de video afsluiten, want we willen gewoon lekker door eten. Want jullie kunnen zitten morsen hier. Dus is het soep te laten vallen, zo lekker is het. Kappadonga. Yes, ze hebben... Ochama heeft nu 3 soorten noodles met soep, soep zonder soep. Die beef is 250 met of zonder soep. Is het 250 per portie. Die chicken en die pork is 200 SAD per portie met of zonder soep. Dus als ik jullie was, zou ik heel gauw langskomen bij Ochama aan de Johannes Moengrasstraat. Als jij een fan bent van noodles, perfect gekookte noodles. Voor mij althans is het heel perfect gekookt. Dus zie ik jou hier.